Lars Verstraeten, jij hebt zo pas de single Waiting for the Summer uitgebracht. Ja. Ja, wie Lars Verstraeten niet zou kennen, help die mensen eens een keer. Ja, ik ben een jongen uit Beveren, Beverenwaas. Ik ben daar geboren, 25 jaar geleden, dus ik word deze zomer 26. En nu zit ik in Sint-Niklaas, ik woon nu in Sint-Niklaas. En ik ben zo goed als dagelijks met muziek bezig. Ik heb ook wel een job voor het moment. Allee, ik heb altijd een job gehad. Maar ik probeer zoveel mogelijk nu over te schakelen om van muziek mijn beroep te maken eigenlijk. Ja. En jij bent eerder dit jaar in primetime op VTM geweest in I Can See Ja. Your Voice. Klopt, Ik ja. heb net de beelden nog eens bekeken. Wat een ontlading was dat, zeg. Dat was inderdaad, dat was de moeite, ja. Zeker ook omdat ik moest eigenlijk bij de eerste opnames en ik was dan ook nog eens de eerste die moest gaan zingen. En het was ook de eerste keer dat dit programma in België werd gebruikt, hè, want het is oorspronkelijk uit Azië, denk ik. En ze hadden mij daarvoor gecontacteerd en dat was toch wel heel spannend. Ja. Ja. En jij was daar singer-songwriter. Ja. En dat ben je in het echte leven ook wel een beetje. Ook ja, dus ik was goed dat ik niet Timmerman of zo heb genomen, want ik was op die moment ook chalets aan het plaatsen en zeiden ja, met Timmerman, zeg we gaan gewoon allez, gebruik wat dat je echt doet, we gaan je singer-songwriter noemen. En ik dacht ja, dat is ook goed. Nou, eigenlijk werd het panel eigenlijk makkelijk gemaakt, hè? Of ja, je zal het ook kunnen zien als een soort misleiding natuurlijk, maar ja, de verbazing was Ja. echt wel groot toen je echt kon zingen. Ja. Je staat daar en dan is het eigenlijk, er gaat van alles door je hoofd. Je wordt daar heel nerveus van, omdat je mag niet bewegen, je mag niks zeggen. En ik wou natuurlijk niet afvallen, maar dan nadien was het eigenlijk wel heel leuk dat ik als eerste mocht zingen, want ja, de reactie van het publiek was, ze gingen allemaal staan, dus dat deed echt wel iets met mij. En Walking in Memphis is ook een nummer dat ik, ja, nou aan het hart draag eigenlijk, ja. Ik heb wat zaken over jou opgezocht en ja, je was dit jaar onder andere was je een van de deelnemers aan een wedstrijd op de radio. Ja, welke wedstrijd? Joe Lage Joe? Landen? Ja, Joe Lagelanden. Ja, of zijn er nog wedstrijden waar je aan deelgenomen hebt? In mijn leven heb ik toch al heel wat wedstrijden gedaan. En als het op tv is, dan doe ik dat liever niet, wedstrijden. Want dan moet er altijd iemand afvallen en dat vind ik altijd zo jammer. Maar inderdaad, ik zag Joe Lagelanden als een kans om mijn Nederlands repertoire naar buiten te brengen. Was ook een nummer in het Engels dat ik dan van mezelf had vertaald naar Nederlands. En toch bij de 50 finalisten geraakt. Dus dat was dan ook wel een mooi compliment, aangezien dat eigenlijk maar een demo-versie was die ik zelf snel had opgenomen thuis. Maar helaas niet tot de laatste vier of vijf finalisten. Nou, je zegt helaas, maar je zei nog geen minuut geleden van ja, ik doe liever niet mee met tv, want ja, eigenlijk met ja, de wedstrijden, omdat daar iemand afvalt. Maar je had wel een 10 om te zien dat we er kunnen winnen. Ja, 10 om te zien, dat is echt wel, dat piekt wel. Ja. Want dat vind ik echt, ja, dat is mijn ultimatum zo, hè. 10 om te zien, dat is, ja, toen dat ik kleine jongen was dat het van het. En ik zou daar ook heel graag ooit wel eens op dat podium staan. Nou, Ja, het zou natuurlijk ook deze zomer kunnen met jouw debuutsingle natuurlijk. kun jij dat fixen? Kun jij... Ik weet niet of ik zoveel invloed heb. Ik vrees er een beetje voor. Nee, maar inderdaad, ja, wie weet, wie weet. De radio's zijn nu stilaan aan het reageren. Natuurlijk hopen we altijd op een grote radio, zoals Radio 2 of Q. Maar kleine radio's nodigen mij eigenlijk nu al uit voor een interview. Dus dat staat dit weekend gepland. Ja, waiting for the summer. Ja, de summer is eigenlijk al in het land, hè. Dus ja, Ja. het is een heel zomers aanstekelijk nummer ook. Het is Ja. een vrij stevig nummer, dat mag gezegd worden, hè. Ja, mag zeker gezegd worden, het is echt een up-tempo nummer. En ik wou het per se releasen voordat de zomer startte, dus dat is mij net gelukt, de 17e. Maar het nummer lag eigenlijk al langer klaar.
Ja, dat was dus wachten op de mastering, wachten op de producer, wachten op zoveel zaken. Maar ik ben blij dat we dit nummer gekozen hebben. Ja. Ja. Is het een nummer van jou? Het nummer is nu van mij. Maar het is eigenlijk ook een samenwerking tussen mij en Steve. Steve is een singer-songwriter uit Groot-Brittannië. En die heb ik leren kennen op een trouwfeest. Waar dat alle twee geboekt als live muzikant. En wij zijn dan samen wat beginnen jammen, liedjes spelen. En zo eigenlijk heeft hij mij een paar demo's laten horen van nummers die nog niet zijn uitgebracht. En Waiting for the Summer sprong daar echt uit. Dus dan zijn we daar samen eigenlijk verder aan gaan werken. Ja. Bij Joe Lage Landen zong je in het Nederlands, nu in het Engels. Heb je al een keuze gemaakt van ik ga nu voortaan altijd in het Engels zingen, of toch niet? Nee, zeker niet. Het zou kunnen dat ik morgen in het Frans ga zingen. Maar ik heb ook een TikTok-pagina en daar post ik soms Nederlandstalige covers. En ik merk wel dat er veel liefde en reactie ook is voor die Nederlandstalige nummers. Dus wie weet ga ik ooit weer in het Nederlands. Maar voorlopig is het goed zo. Ja. Zeg, wat heb jij met Abdou? Abdou is, was een soort idool van mij toen in de tijd met Lester en Abdou. Ik vond dat altijd een hele gave muzikant. Ik heb die leren kennen in Antwerpen. In de Zomerfabriek, tijdens een workshop, denk ik. En dan zijn we ook weer beginnen jammen. En ja, dan zei hij, ga eens mee optreden in Mechelen. Als gitarist. En dan zat ik voor zijn eigen nummers ook bij Radio 2. Als live gitarist eigenlijk dan. Ja. Ja, je doet echt alles, om het zo maar te zeggen. Ja, ik heb dus, zo heb ik de studio's van Radio 2 toch wel eens kunnen zien. En dat was dan ook wel leuk. Ja, ja, je kan zeggen dat ze jou daar ooit al gezien hebben. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. En wat doe je met Jeremy Vrielink? Jeremy is een contact geweest van 2016. Talent de Lage Landen was ook weer een talentenwedstrijd. En we zaten samen in dezelfde ronde, zeg maar. En ik heb altijd een oogje op Jeremy gehouden, omdat hij heel getalenteerd is ook. En ik had hem gebeld en ja, ik ben ook weer heel blij dat Jeremy degene is die de productie heeft verzorgd, want we zitten vaak op dezelfde golflengte en dat maakt het wel gemakkelijk. Ja, het is een vakman, hè? En ook een fantastische mens. Ja, inderdaad. Ja. Zeg maar, jij zegt dat hij getalenteerd is, dat Jeremy Vrielink getalenteerd is, maar we moeten eerlijk zijn, jij bent dat ook, hè. Niet te bescheiden zijn natuurlijk, hè, Lars. Nee. Mensen zeggen vaak dat ik een goede stem heb. Natuurlijk, ik was niet geboren met een gitaar in mijn handen, hè, dus ik ben sinds mijn 17 bezig echt met mezelf ook aanleren van gitaar en piano. Maar dan geen muziekschool, wel op latere leeftijd, gewoon om zo nog er iets dieper op in te gaan. Ik heb thuis ook een studio waar ik kan opnemen, maar echt het produceren en de beats maken en zo, dat moet ik echt wel aan iemand anders overlaten. Maar ja, bedankt voor het compliment. Je hebt nu een zomersingle uit, Lars. Wat is de ultieme droom eigenlijk van jou als artiest? Nu 10 om te zien. Ja. En gewoon echt op podia kunnen staan met mijn eigen nummers. Ja. Ik ga vaak op trouwfeesten optreden. Mensen kiezen dan altijd een heel mooi nummer voor de openingsdans. Maar dat zijn nooit nummers van mij. Het zijn altijd grote artiesten. En ik zou heel graag gewoon met mijn eigen repertoire eigenlijk kunnen spelen. Ja. En is dat dan echt als singer-songwriter of hoop je ooit toch een groep naast jou te hebben op het podium? Ja, goede vraag. Een groep zal zeker leuk zijn. Ik sta open voor verschillende mogelijkheden wat zich aanbiedt. Maar ik zou heel graag een band hebben ook. Ja, een vaste band. Of samenwerken met of een duet. Het kan eigenlijk allemaal een beetje.